Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda, Kringloop Warenhuis Vinding Rijk, GCC Breda, Citroën Van Beek en de Party Express Breda. Over hoe mooi het allemaal hier is, ja, hè? Het is echt heel prachtig. En nou, knap. Knap gemaakt, hè? Want daar staat zo'n klein manneke die zo'n gipsen kop of zo'n boetseren. Ja. Ik zeg, moet die ook op de wagen? Hij zei, ja, achteraan. En dan zit ik hier te kijken. Want dat is hem. Oh ja, dat is de tekening. Dat is hem. Dat heb jij gezien, hè? Ja. Ik zeg, nou, prachtig, hoor. Echt waar. Oh. Staat echt te genieten. Knap. Ja, ik vind van wel. Is zo'n... Oh, wat een kawaii. Maar... Jij bent van bier? Ik ben van bier. Schrikkelijk, maar ik ben echt van... En hoeveel keer ben je nou gelopen? Ja, dat ga je het wit. Nou, maar die bouwers die drinken natuurlijk wel wat, of niet? Die drinken heel veel, dat wil je niet weten. Echt waar? Onze mama's die zijn allemaal maar aan het kijken en zo. Jullie staan hier gewoon te plakken. Ja. En wat zijn jullie nu aan het doen dan? Ik ga nu de boekenkast verven. Oh, het is een boekenkast. Wauw. En die ga je nu verven? Ja. En hoe weet je dan precies welke kleuren je nodig hebt? Staat dat ergens op een tekening? Of, Ja, soort van. Oké. Dus jullie weten wel wat je moet doen? Ja. Wauw. En dan heb je gewoon weekend en dan ben je hier gewoon aan het verven? Ja. Doe je er veel? Dit is voor mij de eerste keer. De eerste keer. En hoe vind je het? Leuk. Ja? Is het leuk om te doen? Ja. Achter die deur, ja? Dat is geheim, want dat is met 3D. Echt? En als ik het nou eens eventjes open doe? Kom dan heel erg in de problemen? Bij mij niet, hoor. Bij mij niet. Zal ik erop? Ik bedoel maar. Dat is ook geen 18 meer, hè? Ah, hebben ze de deur? Oh, nee. Nou, we komen hier gewoon een echte prinses tegen vanmiddag. Hoe heet je? Ik heet Katja. En van wie ben je? Wat doe je? Ik ben van Jega Trigeldonk en we komen hier kijken naar de wagens. Wauw. En wat doe je zoal als prinses? Ja, we staan op het podium met z'n allen en met mijn klein protocol. Wauw. En op school, wat vinden ze ervan? Ze vinden er niet echt iets van. Oh, maar ze weten het wel dat jij dit doet. Ja. En wie heb je allemaal bij? Ik heb een van mijn paasjes Sanne, mijn adjudant Julian en mijn andere paasje Kelly. Wauw, en jullie mogen mee? Ja. Leuk zeg. En wil je nog iets vertellen voor de mensen thuis? Het wordt een schitterend jaar dit jaar. Vol met carnaval. Gebeuren hier dingen die we niet mogen weten? Nee, dat mag je wel weten. Ja, want die deur die gaat hier dicht. Nee. Ik trek mij niet terug. Ik. Wat doen jullie zo bij de narre koppen? Helemaal niks. Helemaal niks? Helemaal niks. We zijn nog aan het ontwerpen. Echt niet? We zijn onze wagen. We gaan iets ontwerpen, iets uitzoeken. De tekenaar is nog bezig. Ja, wij zijn aan het laboratorium is nog aan het zoeken. En wij zijn aan het doppen. Wat we gaan doen. En het eind van de optocht, dan hebben we het, uitgevonden. Daar hopte dan, hè? Dat zie je zo. Ja, dat zie je zo. Maar ik zie ook wel dat jullie het ook wel leuk hebben, want dat zie ik ook wel zo. Nee, nee. Elke dag ruzie. Dat had ik daar goed gezien. Nee, maar dit is jouw kans om even iets leuks tegen hem te vertellen. Goeie oesje, hè? De sfeer zit er goed in bij jullie, of niet? Hé, maar luister, weet je wat ik nou wel wil weten van een echte carnavalse bouwclub? Wat maakt het nou zo mooi om mee te rijden in Kielegat? Die optocht, dat is niet mooi. Dat is puur stressen. En hopen dat je s'avonds weer terug netjes allemaal aan de kant en dat niks gebeurd is. Wel, ik moet wel zeggen dat het gezonde stress is. Gezonde stress. Leuke stress. En het mooiste van de optocht is de belangstelling van de mensen aan de kant.
En de complimenten die we dan krijgen van de bouwde waarde. En daar doen we het voor. Dat doet het voor. Hey, maar je bent zelfs blij dat hij terug staat, hoor. Dat er niks gebeurd is. Ja, en hoezo dan? Dat is spannend. Nou, dat er niks gebeurt onderweg. Dat kan niet. Iets afbreekt of met kinderen of iets dergelijks. Dat wil je niet meemaken. De mensen aan de kant, dat is belangrijk. Ja. Hoeveel jaar bestaan er eigenlijk koppen? 63. Wauw! Dan gaan we gewoon op naar de volgende 63 jaar erbij. 66. Hè? Ja, dan ben ik er niet meer bij. 66, dat is een mooi aantal. Feestje, nou, gezellig. Hey, en waar ik wel even benieuwd naar ben, want vorig jaar hebben wij jullie ook gezien. Ja. En dan had je ook een hele mooie wagen. Hoeveelste was die toen geworden? Ik dacht van eerst dus. Dacht ik, hoor. Was die eerste geworden? En hopen jullie dit aankomend jaar weer te bereiken? Iedereen die bouwt voor die eerste prijs. Wat ook leuk was vorig jaar, was de culturele prijs. We hebben een vliegveld in Breda gemaakt. Dat komt er wel mooi uit. Hè? Ja, dat was ook prachtig mooi ook. Ja. Geen Lelystad, maar gewoon Breda. Ja. Ik heb het u gezegd, schat. Dat je het gezegd hebt of zoiets? Ik weet het je niet. Je hebt iets gezegd of zoiets. Dus, Zat kulke. Je bent zat. Beetje zat. Je bent een beetje dronken. Wie is wel dronken? Papa. Geget of geget niet? Gegoed of gegoed niet? Gegoed. Gegoed of gegoed niet? Je hebt het of je hebt het niet. Als je het maar leuk vindt. Dat kan helemaal niet. Erpel. Onze zon en Timmerman en de metselaar maar wachten. Slecht voor mijn rijk, nee mijn voorwerk was niet klaar. Ik had geen stuksel, geen spijkers en geen balken. En zo'n losse metsel en dat is raar. Is het al laat? Ik kom eens op, want het moet wel af. Is het al laat? Kom, doe maar mee, we knallen hier het dak eraf. Is het al laat? Ik kom eens op, want het moet wel af. We staan bijna op de grote markt bij de partybus. Het is wel een beetje donker geworden ook. Hè? Ja. En waar moeten we nou naartoe dan? Ja, we gaan naar onze ome Ger Couveur van Tapperijken. Die verdienen we aan ons vader. Nou, dat toch zijn. Zullen we gewoon even langs gaan? Zullen we een muts op hebben? Ik weet niet, we zien wel vanuit. Zou je voor de Sanseveriaal in zijn café hebben staan? Ja, vorig jaar hebben we er een gegeven, maar ik weet niet of dat hier staat. Ik heb mijn les nog niet gezien, dus we gaan kijken. Voor de zekerheid even gezien. We gaan even kijken. We gaan kijken. Zou het toch zijn? Ja. In een kelder, maar dat lijken onderhand wel champignons. Hij staat thuis op de vensterbank. Maar heb jij hier ook een mooi plekje voor onze Sanseveria? Als je er een mooie hebt, dan zet ik hem hier achter de bar. Toevallig. Nee. Speciaal voor jou en voor onze tante Miriam een prachtige Sanseveria. Dankjewel. En ik vind het zo leuk wat jullie op het moment doen. Dankjewel jongens. Ook in de voorronde na carnaval. Dat jullie zo enthousiast zijn met die meiden van Chazé, allemaal exen van mij. En met jou erbij, Tommy. Chapeau, trots op jullie, trots op Breda, trots op het Kielegat. En trots op Sanseveria TV. Zullen we nog even vragen op Baby Jeugd, heb ik nog een nummer gespeeld? Dat zou ik wel heel leuk, want ik wil ze nou wel eens echt horen. Nou, dan doen we nog een nummertje. Gezellig bij ome Gerrit, tante Miriam in Tapperijken. Oh.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda, Kringloop Warenhuis Vindingrijk, GCC Breda, Citroën van Beek en de Party Express Breda.